De ruimte achter mij is nu nog leeg, maar dit is de schoolbibliotheek van basisschool De Olijfboom. En die gaat straks geopend worden door wethouder Dennis de Vries, samen met een van de leerlingen van de school. En het belang van lezen, dat staat natuurlijk buiten kijf. En de leerlingen van De Olijfboom hoeven binnenkort nauwelijks meer te lopen om boeken te kunnen lenen. Belangrijk moment? Absoluut, belangrijk. Past ook binnen de visie van onze school. Wij vinden lezen ontzettend belangrijk. Is goed voor je taal, maar ook goed voor je verdere ontwikkeling. En we zijn ook ontzettend blij dat wij de bibliotheek in school hebben kunnen weten te realiseren. Jij bent ook voorleeskampioen van De Olijfboom. Dus jij vindt een bibliotheek vast wel heel fijn dat die hier is. Ja, want dan kunnen kinderen meer boeken lezen. En heb je ook nog een paar favoriete boeken? Dat als kinderen dit horen op tv, dan denk ik, dat ga ik ook lezen. Geronimo Stilton, die boeken zijn echt leuk. Hoe belangrijk is het voor jou dat kinderen echt kunnen lezen en de mogelijkheid hebben om boeken te lenen? Ja, het is een heel groot belang, hè. Ik gaf net ook het voorbeeld van ouders bij mij op school. Die vroegen altijd om huiswerk. Hè. Die vonden huiswerk altijd heel belangrijk. En ik zei, ik geef nooit huiswerk. Het enige wat ik meegeef is een goed boek. Omdat alles begint gewoon bij lezen. Taalontwikkeling, begrip van de wereld, woordenschat, verhaalbegrip. Dat begint allemaal bij lezen. En daarom is het ook heel belangrijk om dat juist ook heel erg te stimuleren op school. En dit is natuurlijk een hele mooie manier om dat te stimuleren. Het is ook een beetje stoer, hè? Van, we hebben ook een eigen bibliotheek. Wij kunnen nu op elk moment een boek uit de bibliotheek gaan lenen. En er wordt ook, ook een praktisch, hè? Dan hoeven ze niet meer naar de bibliotheek. Dat scheelt ook hun tijd. Het is hun eigen bibliotheek, hun eigen boeken. Dat geeft toch een bepaalde kick. Ja, vorige week was er een groot internationaal onderzoek dat de leesvaardigheid onder Nederlandse kinderen drastisch omlaag is gegaan. Maar dat zal niet aan De Olijfboom liggen. Zeker niet, want wij gaan elke ochtend minimaal half uur stil lezen. Wij promoten op elk moment van de dag lezen. En dit is ook een mooi voorbeeld van dat wij lezen belangrijk vinden.